Hi, welkom bij onze Franse keuken. Ik ben Lisette en vandaag laat ik je een tomatenpesto zien. Een tijdje geleden had ik op mijn blog een winactie. En dan kon je aangeven welke recepten van mijn blog je graag in videovorm terug zou zien. En de winnares die koos een best wel een oude al. Een pasta met tonijn, zwarte olijf en tomatenpesto. Nou kan je tomatenpesto natuurlijk in zo'n potje kopen in de winkel. Dat is ook snel. Maar je kan het ook heel makkelijk zelf maken. Nou, dat laat ik je vandaag zien. En dan krijg je volgende week die pasta. Nu eerst de pesto. Nou, ik zal je even laten zien dat ik dus niks te veel heb gezegd dat deze pesto zo klaar is. Want het enige wat je hoeft te doen is hier de ingrediënten in te doen. Even mixen, olie erbij en klaar. De basilicum. Pijnboompitjes. Knoflook. Oh, tomaat. Tomatenpuree, balsamicoazijn, peper en de parmezaan. Die doe ik een beetje zo. Nou, ding erop. Dan ziet het er zo uit. Olie erbij. Oké, dan ziet hij er dus zo uit. Nou, je ziet het, zo klaar. En ruikt lekker, jongen. Zo ruikt het niet hoor, in een potje uit de winkel. Nou, ik gebruik dit dus door mijn pasta met tonijn. Die video laat ik je volgende week zien. Je kan het ook lekker door een sladressing doen of als beleg op een broodje, ook lekker. Als je het wil bewaren, moet je even in een jampotje doen en dan afgedekt in de koelkast, ongeveer een weekje houdbaar. Dat moet wel lukken. En ik hoop dat je het een nuttige video vindt, dat je het ook een keer gaat maken. En zo ja, zou ik het fijn vinden als je me een duimpje omhoog geeft. Vergeet je niet te abonneren, dan hoef je geen video meer te missen. En zoals ik al zei, volgende week vrijdag de pasta met tonijn en tomatenpesto. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en tot de volgende vlog. Nou, deze pesto is dus zo gemaakt, want je doet gewoon die ingrediënten in het mengertje.